Ja, eigenlijk alles. Ja, is mijn alles. Ik moet dat geweest zijn, anders voelt het niet goed. De moeder kies je niet, die krijg je. En een geboorteland kies je ook niet, die krijg je vanzelf mij. Dus die kan je ook niet zomaar gaan opgeven. Het is een deel van je leven geweest. En dat, ja, dat blijft altijd bij mij. Ik vind het allerleukste om te doen, mijn oma en opa zien, zwemmen, eten en heel veel knuffelen met mijn oma en opa. Ja, Marokko is gewoon een deel van mij. Marokko, Marokkaans zijn, islam is gewoon tussen wie ik ben. En ik vind dat wel belangrijk dat ze dat meekrijgen. Ze krijgen de Nederlandse kant zeker ook mee. Maar ik vind dat ze mijn kant ook gewoon mee mogen krijgen. En ze zijn er dol op. Oké, salam alaikum. De verbinding is hier meestal minder goed. En de laatste paar keren dat ik live ben gegaan, is de verbinding ook iedere keer verbroken. Omdat ze op vakantie komen, willen ze vooral weten waar je goed kunt eten en drinken. En de dames willen graag weten waar ze goed terecht kunnen voor de nagels, voor de haren, voor het tandenbleken, voor ja, eigenlijk alles wat met verzorging te maken heeft. Maar ook als ze ziek zijn, waar ze dan terecht kunnen. مي حسينا الحمد لله مزيانين ملي جاو كيرجعوا فرحانين كاملين مزيان كنرحبوا بهم دائما. الكوفيد كانت خاوية وكان ديك الحاضر والناس واخدين الاحتياطات ديالهم في كورونا فهمتيني وكانت ناقصة مرة ماشي يعني كنت الدنيا خاوية حركة ميتة طبعا لأنك كتفتح غير نص النهار بالليل ما كاينش الخدمة كاين غير النهار عشنا في واحد الازمه وبقاو علينا يعني بحال الازمه ما كتصورش فهمتي وبقينا في الدار مشدودين حتى دابا الحمد لله تنفسنا شويه بدينا كنتحركوا نبيع ونشري والحمد لله دابا الحركه مشات مزيانه الحمد لله. Il y a beaucoup de Marocains qui habitent à la Holland, à Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht. En die komen nu allemaal weer terug. Ja. Kijk, Marokko is geen makkelijk land. Kijk, het is geen makkelijk land. Het is heel emotioneel. We komen vaak ook het heetste seizoen. Eigenlijk moet je niet in de zomer naar Marokko. We komen ook als alle andere Marokkanen van Europa hier zijn. Nou ja, dat maakt het allemaal nog wat chaotischer. Maar tegelijkertijd, je moet je eigen Marokko ontdekken en dat claimen. En dat doorgeven. Ja.